Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Now. Ik heb Jordi vanochtend al naar school gebracht. Daarna ben ik gelijk boodschappen gaan doen. Ik ben nu net thuis. Liam is hier. Sammetje is daar. En ik ben even bij de Action geweest. Ik heb heel eventjes zo'n ding gehaald voor boven. En ik heb een besteklaar gehaald. En ik heb nog wat andere dingetjes gehaald. Ook voor in de auto. En ik heb nog wel voor Sammy gehaald. Voor in zijn badje. Dus ja. Geurdingetjes. Dus ja. Dat is wat ik gehaald heb. Dus ik ga fruit maken nu voor die zuppietjes. En dan ja. Kunnen we verder met onze dag. En toen had ik het fruitje klaar. Ja, wat heb je allemaal in je fruitje zitten? Je hebt appeltje, een aardbeidje en een banaantje. En een kiwi. En Liam heeft dit. Die heeft ook van alles. Maar die eet zijn fruit een beetje op een hele aparte manier. Maar goed, hè? Ik heb er vrede mee. Zo zijn we allemaal wel raar op een aantal dingen, toch? Aap. Goed zo. Lekker happen. Kom maar weer naar binnen. George heeft een film gemaakt, net als Peppa. We kijken eerst naar de film van George. Samen spelen! Niet doen, Liam. Nee. Hey, nee. Zakjes doen. Zakjes. Kleine rat. Zakjes doen. Je broertje moet ook spelen. Kindjes slapen, geven Expeditie Robinson terugkijken en even eten. Dit is kaas met augurk en curry. Dat deed mijn vader vroeger altijd al eten en ik heb het altijd lekker gevonden. Ik had hier zo'n zin in. Smakelijk. Ik ben alvast begonnen met het eetkoken. Ik heb net wat ui gesneden. Jank daar altijd van, hè. Maar goed, die twee slapen nog. En ik ben dus eventjes met eten bezig. Het eten van morgen wel te verstaan. Want vandaag eten we macaroni. En morgen eten we deze. En dat doe ik dan in een ovenschaal maken.
Ik maak er altijd een ovenschaal van. Met aardappelpuree, een snijboon door de aardappelpuree en dan de haché. Maar de haché maak ik nooit zoals haché bedoeld is. Ik maak dat altijd van runder gehakt. Dat heb ik al ooit een keer in een eerdere video verteld. Maar goed, ik ga even het eten voor morgen maken. Daarna ga ik het eten voor vandaag zover maken. Zodat ik alleen nog maar de macaroni en de rijst hoef te maken. En dan ga ik even koken. Eten voor morgen staat klaar. En eten voor straks staat ook klaar. Ik moet alleen nog eventjes de macaroni koken en de rijst. En dan ga ik zo de kinderen wakker maken. Want we moeten daar weer Jordi ophalen. Ik heb net Jordi opgehaald. En Liam die zit voortaan in het midden. En die kan dus ook echt meerijden. Dat hoor je ook gewoon echt. Als je aan het rijden bent, dan zie je en hoor je hem ook gewoon echt meerijden. Als je iets langs ziet komen, hey, hoor je in één keer. Sam zit daar. Dat is makkelijk omdat de maxicozy dan in en uit kan. En Jordi is daar. En die hebben we net opgehaald. Hij was vrolijk vandaag op school. Dus we zijn er blij mee. Ik hoop dat hij die vrolijkheid doorzet naar binnen. Bette, wat wil je zeggen? Oh, oké. Oké, nou weet ik dat. Mag mama nou gaan jullie naar binnen gaan brengen? Oké. Okay. Eten voor Liam. Eten voor Jordi. En eten voor Sam. En toen was het alweer tijd om naar bedje te gaan. Wat rusten. Namen. Sam, die had moeite met slapen. Jordi had moeite om in slaap te komen. Uiteindelijk is het allemaal gelukt. En Liam sliep. Liam sliep. Die slaapt altijd als een roosje wat dat betreft. Heeft hij van jou. Maar goed, hè. Ik heb daarna nog opgeruimd. Niels heb ik ook aangestuurd om op te ruimen. En toen heb ik nog eventjes wat was opgeruimd. En nou gaan we naar bed. Welterusten. En tot morgen. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi alweer naar school gebracht. Hij werkt ook echt super mee. Not. Dus. Maar hij is op school. Hij was vanochtend om 6:30 alweer wakker. Ja. Maar goed, hè. Niels heeft het opgevangen. Dus dat doen we het maar mee. Gehele 5 minuten zitten. En dan ga ik vast fruit maken voor de jongens. Was en zetten. Dat soort dingen allemaal. Wij gaan lekker fruitje eten. Hi, ha, ho. Wij gaan lekker fruitje eten. Hi, ha, ho. Lekker, lekker happen. Hi, ha, ho. Lekker, lekker happen. Hi, ha, ho. Zolang mijn kinderen vinden dat ik niet vals zing, vind ik het wel gescheten. Nou, we hebben een duivel weer opgehaald, hoor. Mama. Ik ga daar thuis uitleggen waarom dat ik dat zeg. Maar nu eerst naar huis. Nou, we zijn alweer thuis. Jordi heeft zijn drinken net gehad. Ik moet nu even drinken. Zij moet nog de fles. Maar die is eventjes dik aan het worden. Dus ja, in ieder geval. Een dilemma waar we al heel lang mee zitten. Niet alleen wij, ook school. Wanneer laat je Jordi slapen? Hoe lang laat je Jordi slapen? Wat heeft Jordi nodig aan slaap? Enzovoorts. Heeft hij nog wel slaap nodig? Nou, daar zitten we eigenlijk al de hele tijd van. Maar vanochtend was meneer dus om 6:30 al wakker. Dus ja, we hadden gewoon zoiets van ja. Als hij in slaap valt, laat hem een half uurtje slapen. En probeer hem wakker te houden, zodat hij straks toch weer op tijd naar bed gaat. En dan proberen we morgen weer op school weer zeg maar een half uurtje te laten slapen. Of niet, of wel. Gewoon kijken hoe hij reageert en wat hij doet. Nou, daar gaan we hoor. Meneer die had een half uurtje geslapen. En die is daarna wakker geworden. Is het gaan schreeuwen. Hij vond niks meer leuk.
Hij heeft een filmpje gekregen. Nou, dat was prima. Totdat het filmpje stop werd gezet, dan was het weer drama. Hij heeft zijn fruit gehad met filmpje. Krijgt hij altijd op school, doen ze normaal nooit filmpje. Fruit gehad met filmpje. Boterham gehad met filmpje. En toen zei ze op een gegeven moment van, we gaan zwemmen met Jordi. Is dat goed? Ja, dat is goed. Nou, dus Jordi is gaan zwemmen. Heeft dit bij de juffrouw op de arm gelegen. Hij wilde niks anders dan alleen dat. Nou, prima. En toen kwam ik hem ophalen en toen was hij weer vrolijk. Er was niks meer aan de hand. En nu zit hij op de bank. Samen met Liam. En hij heeft wel buikpijn hoor. Want dan merk ik aan zijn hele hebben en houden. Hoe dat hij doet. Ze zijn lekker samen koekjes aan het eten. En we gaan hem gewoon proberen wakker te houden. Totdat hij naar bed gaat. We gaan ons best daarvoor doen. Liam, kijk eens. Even knuffeltijd met deze grote vent. Ja, ik had het eten al gemaakt. Dus die staat nu in de oven. Dus daar heb ik tijd voor. Knuffels. Wil je niet meer knuffelen met mama? Wil je wel knuffelen met mama? Koekoek. Toet-toet. Toet-toet. Ik hou van jou. En als Liam niet meer wil knuffelen, dan ga ik door naar Jordi. Jordi houdt altijd van knuffels, hè? Kom ja met je voeten. Even mama tijd. Nee, auto niet tijd. Mama tijd. Vriend. We gaan niet slapen, je blijft wakker. Ja, ik weet dat je moe bent. En als je dan bij mama zit, word je nog veel moeer. Wij krijgen zo bezoek. En de kindjes, die moeten nog eventjes klaargemaakt worden. Ze hebben net gegeten. En gedronken. Papa zit daar. Fred. Bezoek is geweest. Ik ga heel eventjes je opruimen. En... Jordi slaapt nog niet. Niels is heel eventjes naar een vriend van hem. En toen was het alweer ochtend. Ja. Yeah. Ik ben gisteren aan het opruimen geweest. Ik heb alles klaargezet.
En toen ben ik eigenlijk mijn bed ingegaan. En Niels is daarna thuis gekomen en is ook zijn bed ingegaan. En we hebben eigenlijk nergens meer aan gedacht. Dus ik heb gewoon geslapen. Ja, kan gebeuren. Maar bij deze dus. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.